zullen we zo meteen even vragen waarom eigenlijk. Maar laten we beginnen met een applaus voor Ralf de Pachter. Ralf, welkom. Wij gaan zitten. Dan moet ik zo tegen je opkijken. En dat heb ik de hele avond al zo'n beetje gedaan. Basketbalkenner. 1973, einduitslag. Dat lijkt, als je scorebordjournalistiek erop nahoudt, een makkie. Maar dat was het zeker niet. Nee, het ging moeizaam, moet ik zeggen. Eerste helft, wat was dat, 10 verschil of zo? Ja, moeizaam dus. Derde kwart was erg lastig. Jullie gingen meerennen met de tegenstander. Waarom doe je dat? Ja, dat weet ik ook niet. We gooien ook een paar rare ballen weg. En, ja, we moeten gewoon in ons eigen spel blijven spelen. Dat is gewoon rustig. Dat is een mooi bruggetje naar de volgende. Wat is jullie eigen spel eigenlijk? Nou, in principe, we kijken eerst voor de transition score. Dus we willen eigenlijk wel snel spelen. Hebben we dat niet, dan hebben we een secondary. Dus dan proberen we nog steeds een snelle score te pakken. Maar als het niet lukt, dan zetten we gewoon rustig een setplay op. En daar proberen we dan vanuit te scoren. Nou, wat ik eigenlijk ook bedoelde was het feit dat jullie met name in het derde kwart erg veel moeite hadden met de press van de Leeuwarden. Ja, is dat zo? Ralf, neem nou één ding van me aan. Als ik dat zeg, dan is dat zo. Volgens mij is het publiek helemaal voor mijn gast van vanavond. Dan laat ik het helemaal afweten. Jerry, wil je het overnemen, jongen? Oké. Het ging zo goed de laatste keer. Nee, maar goed. De deskundigen om mij heen zeggen van, we hadden erg veel moeite met de press. Laten we daar maar even op houden. Ja, we hebben wel een paar domme ballen weggegooid in die press. Dat klopt wel. Dus we hebben zeker gelijk. Maar ja, het was niet nodig inderdaad. We lossen hem de eerste helft goed op. En ja, waarom we dat stopten te doen, weet ik eigenlijk ook. Diezelfde deskundige die mij vertelde, want ze hadden erg veel moeite met de press, dus die vraag moet je zeker even stellen, want af en toe moet ik wel gesouffleerd worden natuurlijk. Die zei ook van, waarom neemt de kaart bij SPM eigenlijk altijd de bal in? Er zijn ook andere opties. Nou, we hebben dus, om de press op te lossen, hebben we twee opties. Of de kaart neemt het in en dan snijdt de big man in vanaf de midline. De andere optie is gewoon dat de big man inneemt, die blijft achter de bal en dan proberen we op die manier op te lossen. Als we even de wedstrijd maar even laten voor wat die is, want dan hebben we de punten binnen, dat is belangrijk. Overigens, ik heb daarbij aangetekend dat ik in het programmaboekje las dat Leeuwarden de best scorende ploeg tot aan vanavond was in onze Eredivisie met ruim 90 punten gemiddeld. Als jullie diezelfde ploeg dan op 73 houden, is dat een knappe prestatie? Nee, ik vind nog steeds te veel punten, 73. We hebben denk ik te veel makkelijke scores weggegeven. Het doel is wel, we hebben puur op de verdediging gefocust ook vanaf naar school al. Dat we daar echt de energie in moesten steken. Ik denk dat dat wel redelijk gelukt is, maar het kon beter, zeker. Voordat we het bruggetje maken naar de persoon Ralf de Pachter persoonlijk en het team een klein beetje loslaten. Natuurlijk de vraag waar iedereen een antwoord op wil hebben. Waarom moet je zo snel weg? Nou, mijn ouders staan te wachten en die hebben een hond bij zich, dus... Een hond? Ja, die hebben we al gezien. En hier ook uit. Ja, nou, dat, die zit al heel lang te wachten in de auto, dus... Die ouders of die hond? De hond is naar de wedstrijd komen kijken, de ouders die zitten achter in de auto. Nee, Ralf, we zullen het kort houden. Kleine half uur ben je weg, joh. Laten we het dan maar even ophouden. En Ralf de Pachter, je maakt een behoorlijke ontwikkeling door. Als we kijken vorig seizoen, dit seizoen, dan heb je behoorlijke stappen gezet. Hoe komt dat nou zo ineens? Nou, ik denk meerdere factoren. Ik heb de hele zomer doorgetraind met het Nederlands team, dus ik ben lekker in shape. Ik krijg veel vertrouwen van de coach, veel minuten en... Ja, mijn teamgenoten geven ook vertrouwen, dus ik denk dat dat allemaal ja, bij elkaar gekomen is. Dus... Blijkbaar heb je er vertrouwen nodig om ook in, laat ik zeggen, aanvallende zin de dingen te kunnen doen die je doet. Vanavond waren het misschien, moet ik zeggen, maar 9 punten, maar wel overtuigende acties. Nou, dankjewel, ja. Inside ging lekker, helaas met 3 punten niet. Dus valt nog genoeg aan te werken. Ja, dat komt wel. Laat ik nou net over die 3 punten wel beginnen. Ja, ik sta gisteren op training echt een lekker percentage te schieten van 3 punten en nu valt hij niet. Heb je wel eens. Wat moet er nog beter worden aan jou? Wat kan er nog beter worden? Van alles. Ik kan een hoger percentage gaan schieten. Verdedigend, ik kan sowieso nog wat zwaarder worden, vind ik zelf persoonlijk. Zodat ik wat beter inside kan opboksen nog tegen andere tegen zwaardere spelers. Verdedigend voetenwerk kan ook nog beter. Dus, vroeger,
Genoeg dingen om aan te werken. Ja, sorry, ik had het niet van mij weg. Vanavond had je een basisplaats. Dat heeft voor een deel misschien wel te maken met de afwezigheid van Stefan, vanwege blessure. Maar als jij zo doorgaat, zal Stefan hard moeten werken om zijn plekje terug te veroveren. Ja, misschien wel. Ja, ik, Nee, Rolf. Stefan zal heel hard moeten werken om zijn plekje terug te veroveren. En wat zeggen we dan? Dat is aan de coach. Leuk, hè, zo'n rollenspel. Rolf, we gaan het afsluiten om je ouders en vooral ook de hond niet al te lang te laten wachten. Verdiende overwinning, 90-73. Topscorers vanavond, misschien nog even dat te benoemen. Ty Westling met 24 en David Gonzalez met 18 punten. We verloren 1 kwart, het derde kwart met 1 puntje verschil, 18-17. Ralf scoorde 9 punten en speelde ruim 28 minuten. Dan heb ik zo'n beetje de samenvatting, de korte analyse van de wedstrijd gehad. Eerst volgende wedstrijd, Ralf, weet jij hem? Ja, ja, Rotterdam thuis toch? Zondag? 3 november, 4 uur, zondagmiddag, be there. Nog één keer een applaus en een grote dank aan Ralf de Parker. Dankjewel, Ralf. Volgende keer. Dat was het Tijdens Café van vanavond. Ook natuurlijk nu weer mogelijk gemaakt door de Koning Adviesgroep en EBVC West.nl. Tot volgende week zondag. Dankjewel.